Vlog. 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 Het is vandaag woensdag 22 juli en wij beginnen vandaag aan onze reis naar Amerika. In Limburg. Nee, we gaan naar een paar dagen naar Duitsland. Dan gaan we naar Zeeland. Om de verwarring compleet te maken is Zeeland een plaats in de provincie Noord-Brabant. We gaan naar Vaals en we gaan naar Putten. 3 dagen en dan de rest allemaal 5 dagen met rem en meer. Dus dat wordt gezellig. En we gaan nu vertrekken en we hopen dat we geen last hebben van de boeren. We zijn iets minder dan 1 uur onderweg. Geen goed, hè? Hoogste tijd om. Geen boeren, geen files. Hoogste tijd voor een stukje appeltaart. Want we zijn bij de lucht. En dat is een 50 jaar oude familietraditie. Als je op vakantie gaat, dan ga je appeltaart eten bij de lucht. Alleen de lucht is de lucht niet meer. Dus kijk of ze een appel donuts hebben bij Dunkin' Donuts of zo. Laplace is er ook. Ja. Kijk ernaar. Ja, netje doet de eigen traditie, maar wat? Ik heb mijn appeltaart in slag gehouden. Ik heb geen koffie. Tradities. Ik heb hier toch helemaal geen tradities? Nee, oké. Okay. Geen traditie. Dat is een fijne stop. We gaan weer verder rijden. Het is 10:50. We wachten aankomsttijd, is ongeveer 2 uur. Inmiddels zijn we in België. Het is 2:30. Het is nog een klein uurtje, dan zijn we op de plaats van bestemming. We hebben al hele mooie valleien gezien. Hè? En hoge viaducten hebben we overstoken. Hoe noem je het? Ja. Het is prachtig weer. Vakantieweer. Nou, eigenlijk niet, want eigenlijk is vakantieweer voor ons altijd regen. Dat is normaal, man. Nou, ja, dat is toch zo. Oh. We hebben altijd regen. Maar nu is het mooi. Fietsen hangen ook nog goed vast. Dat zit een beetje scheef. We hebben een spannend 30 minuten gehad. Het was een grote omleiding. Om ons geplande tankstop heen. En toen hadden we tot de volgende pomp hadden we nog 60 kilometer te gaan. En we konden nog 50 kilometer met deze tank rijden volgens de auto. Maar gelukkig konden we een andere pomp vinden, dus het was even spannend, hè? Het was even heel spannend. Het is nu al een avontuurlijke vakantie. Dus nu gaan we lekker schaften. Je hebt een broodje salami. Eieren, weet ik niet. En ik heb een broodje Kijk eens. Een broodje zonder Nou, het laatste deel van de route was ronduit spectaculair. En we hebben nu de straat bereikt. Dit is de straat, nummer 9 moeten we hebben. Kijk wat mooi erachter. Nou, we zijn binnen. We hebben al een bagage ook al zo'n beetje naar binnen gekregen. En het is echt heel mooi. Dit is de keuken. Ik heb even richting de woonkamer. Het is een beetje krap voor z'n vieren. Maar dat lukt wel. Hier nog een opslag en dan hebben we boven 2 slaapkamers. Goede bedden zo te voelen. Maar afijn. Bedden. En deze is precies hetzelfde. Even zeggen dat hier ook een tv is. En we dachten dat we alle bagage moeten slepen. Mogen wij de tv? Geeft de stroom het water en is gelukkig. Het huis is echt geweldig. Heel luxe. En we hebben ontdekt dat hier een bakkerij zit. Net om de hoek. Dus we gaan even kijken wat hier morgenochtend open is. Dan kunnen we morgen verse broodjes halen. Ja, ziet er wel in de brief, hè? Nou, aan het eind van de straat hebben wij een heerlijke eetgelegenheid gevonden. Dus ik neem lekker een currywurst. En jij neemt? Patat en calamaris. Calamaris. Dus en dan gaan we lekker langs de oever van de Moezel opdrinken. Ja. Kijk naar nou, eens wat een uitzicht wij hebben. Terwijl we hier heerlijk... Net. Gaat ons uitzicht. Doorvaren. Nee, hij gaat hier aanleggen. Nou, dat was ons uitzicht. Ah jongen, dat is toch hartstikke leuk. Maar we gaan wel lekker eten. Heerlijk gegeten langs de Moezel.
Mooi uitzicht, was leuk. We hebben een heel klein rondje gemaakt door het dorp. En echt bijna ieder huis hier is eigenlijk ook een wijnproeverij. Of een, hoe heet het allemaal? Hoe noemen ze dat hier? Wijnstube. Dus echt alles is hier met wijn. Dus dat moeten we de komende dagen misschien nog wel een keertje gaan doen dan. Restaurantje om de hoek. Dus dan kunnen we ook een keer gaan eten. Dan hoef je niet met de auto. Verder is het een gat eigenlijk. Maar het ligt wel heel erg mooi. Mooi in een bocht van de Moezel. Remmermeer, die zijn onderweg. Die zitten in België. Maar die moeten nog wel een stukje hoor. Dus volgens mij is het dan nog 2 uur als je in België bent. Ja, zeker. Zeker met die omleiding. Wat de omleidingen en zo. Dus die zijn er voorlopig niet. Ik verwacht hier om een uur of 9. Ja, wij gaan even een beetje uitbeuken. Dat je gaat haken. Ze beweert dat ik het niet kan, maar ik kan het wel. Een vingerhaken telt niet. Vingerhaken telt wel. Vingerhaken. Goed, schat. Je hebt gelijk. En ik ga... Ik denk gewoon zitten met mijn ogen dicht. Lekker. De Belgingen. Hi! Ze zijn er. Leuk, hè? Hallo! Welkom. Nou, dank je zeer. Dank je. 8:30 is ze waren er al, dus het viel hartstikke mee. Dit is het uitzicht trouwens. Leuk terrasje. Leuk hoor. Dit is de voortuur waarmee Remco en Mirjam de tocht hebben ondernomen. Ging het wel een beetje op de snelweg dan, met de open kappie? Of ja hoor, gewoon 140. 140, je mag maar 100 hè. Ook in Duitsland. Duitsland mag daar dan. Ja, oké. Okay. Zo ziet het er met de kapie dicht uit. Nou, het is echt leuk daar, hè? Echt cool. Nou, wat? Eten staat op, dus gaan eten. Ja, oh ja, wou, dus. Daar zitten we dan met ons wijntje. Jongens. Net alsof we het gezellig hebben. Nou, hè? Ja. Lekker wijntje, netje. Ja, ik heb een opvlieger. Moet het nou? Ze kan niet tegen wijn. Goed, wat gaan we morgen doen? We gaan met de trein naar Koblenz. Ja. Oh, we kijken even naar de beelden. Ja, leuk! Nee, daar gaan we morgen naar kijken. Ik ga voor nu afsluiten, want ik ga monteren. Ik ga kijken of ik iedere dag gewoon kan ja. Kan en dan gaan we morgen zeggen, we kijken even naar de platen. Oh, de platen? De platen. Een platenwinkel? Tuurlijk. Eentje. Eentje gevonden, maar die heeft geen website. Ik zal wel even op internet. Enfin, ik ga maar monteren en uploaden. Morgen gaan we naar Koblenz met de trein. Met de trein, langs de Moezel. Langs de Moezel, hele mooie route. Met een mondkapje. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Vond je het leuk? Dan moet je hier eventjes abonneren. Hier kan je de vlog van gisteren zien. En daar beneden kun je nog een duimpje omhoog doen. Dag.